Ik ben Dylan, ik ben 17 jaar. Ik doe boksen. En dat doe ik bij FNV Krooswijk al 6, 7 jaar denk ik. Dat doe ik door mijn vader, want hij bokste al heel lang eigenlijk. En toen ben ik een keer meegaan, toen mocht ik meedoen met een training. En sindsdien ben ik er eigenlijk een beetje blijven hangen. Ja, ik doe het boksen omdat ik het lekker vind om gewoon te trainen. En leuk vind om met je teamgenoten te sparren. Het is mijn passie. Ik train ook in Papendal, één keer in de maand, twee maanden soms. En daarvanuit doe ik soms ook wedstrijden. Nou, je wordt eigenlijk net zoals met voetballen, word je gescout door een coach die dan komt kijken, maar daar weet je zelf niks van. De trainer die wordt gesigned dat hij jou goed genoeg vindt om een keertje te komen trainen. En dan moet je een keer langskomen op Papendal om een training te mogen volgen. En dan als ze tevreden zijn over jou, dan mag je vaker komen. In mijn hoofd wel, denk ik. Ja, nee, niet denk ik. Dat is gewoon zo. Dan ben ik gewoon gefocust. Dan leef ik gewoon naar mijn wedstrijd toe. Uiteindelijk het doel is om op de Olympische Spelen te komen. En dat ga ik proberen te doen door veel te trainen. Overal mijn gezicht te laten zien. En gewoon goed mijn best te blijven doen. Ik ben Dylan de Vree. Help jij mij op weg naar de Olympische Spelen?